voor de sprint en ja, dan zien we wel wat Schipstrand. Het is een sterke beer, kan hij bovenaan in een sprint? Ja, na een koers als vandaag is alles mogelijk, denk ik. Hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij niet echt op kop heeft hoeven rijden de laatste 30 kilometer. Dus ja, we zien wel. Ik ben al heel blij voor hem dat hij weer terug op dit niveau is. En het is al heel mooi dat hij hier is. Het project Wiggins voor Roubaix op schema? Ik denk het wel. Ik heb hem vandaag goed bezig gezien. Ziet er allemaal goed uit. Dankjewel. Daar had je inderdaad toch al een eerste pony. Daar gaat Bonen. Daar gaat Bonen. Na de prelude van onze vriend Terpstra, ja, gaat daar Bonen. En hij is vertrokken. Hij is op 4,5 kilometer van het einde is hij vertrokken. Even het kontje lichten en dan weer pads gaan plakken. Stendert moet dat dan maar gaan oplossen. Maar gaat hij dat nog oplossen? Denk ik niet. Als Bonen niet lekker rijdt, dan is hij Ribbedeby, dan is hij Futsi. En dan gaat hij inderdaad zijn erelijst helemaal vol krijgen. Al wel, Stannard, die gaat nog eens op de trappers lopen. Die heeft zich nog niet helemaal gewonnen, Renat. Helemaal niet. Hij lanceert zich. En ze komen weer verduiveld dichtbij, hoor. Het is zeker nog niet gedaan. Stannard heeft nog wat in de kast. Maar waar strandt het schip? Ja, maar weet anderzijds ook wel dat als hij dat gat dichtrijdt en ja, dan gaat het blijft op weer, een goede 20 meter, dan zit daar Terpstra of eventueel een Van den Berg. Ja, jammer. Heeft Bonen zichzelf overschat of gaat hij niet meer omkijken en Stendert toch nog op afstand houden? Krijgt het toch wel wat moeilijker, Nat? Hij rijdt het dicht. Stendert rijdt het gat dicht. De Brit is supersterk. Ze hebben zelfs moeite om zijn wiel te volgen. Ze gaan moeten demareren, ze moeten iets doen. Ja. Daar komen ze dan terug. Dus nog niet Futsi of Ribbedeby. Nee, daar komt hij inderdaad met de rest weer aan het wiel. Pijnst dat hij weg was. Daar komt hij met de rest nu weer aan het wiel. En dan Terpstra gaan nu. Ja, daar gaat Terpstra. Ja, en Van den Berg. Van den Berg. Ja, dat had hij niet mogen doen. Terpstra dan maar. Van den Berg achter Terpstra aan. En waarom, in godsnaam? Ja, dat vraag ik me ook af, ja. Dit is een beetje de boel terugbrengen op die manier. En op die manier komen ze alsmaar dichter bij de aankomstlijn. Wil Van den Berg ook winnen? En is Bonen nu uitgespeeld? Of gaat hij dan toch nog kunnen meedoen in een sprint? Dat een sterke Stenner, dat hebben we nu op dit moment wel al gezien. Ze zijn er nog niet mee thuis. Dan gaat hij nu zelf. Gaat hij nu zelf. Dan gaat hij zelf. Ja, jongen. En dan moet onze vriend Van den Berg toch wel de tenen uitkuisen. Want het gaatje te dicht, hè. Daar rijdt hij zelf en neemt hij een meter of 10. Was het pardon? Nee, die een meter of 10. Dat kan toch niet? Dan moet Terpstra dat maar gaan dichtrijden. Bonen kruipt helemaal naar de punt van het zadel. En is de rol van Van den Berg uitgespeeld? Ik heb de indruk van wel. Renat. Ja, ja. Stijn kan niet meer. En dan is het Terpstra die de scheve situatie voor Etix Quickstep recht zet. Bonen, ja, hij hangt eraan, hoor. Hij hangt eraan. Het gaat zo snel. Het is een lengte. Hij gaat in het wiel komen. Dat denk ik wel. Want Stendert gaat nu achterop kijken en de pedalen stilhouden. En dat is de redding van Bonen. Ja, laten we dat hopen. Maar Bonen werd daar wel uit het wiel gereden en zat daar plots op een meter of 10. Wat een finale. En wat een beer is die Stendert. Wat een beer is die Stannard. Weet hij al wel dat Bonen hier aan het sliertje hangt? En dat hij het moeilijk heeft na elke bocht om weer aan dat wiel te komen? Ja, hier gaat het lichtjes bergop. Hier blijft het lichtjes bergop gaan. Terpstra zit in een spreekwoordelijke zetel. Hij past. Het wordt de 12, 13 meter. Nee, past nog niet. Past nog niet. In het zicht van de overpoort mag je niet passen. Nee, toch niet, maar toch. We zijn hier nog niet in de overpoort. We zijn hier in de Zwijnaardse Steenweg. Terpstra nu in de zetel. Jongen, 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 wat een finale. Wat een pracht van een wedstrijd. Maar wat een merkwaardig slot. Je zou Bonen de almacht toegediend hebben, vooral bij zijn jump. Daar zat wel wat op. Maar het verlengstuk kwam er niet. En op de brug viel hij helemaal stil. Eén en daar kilometer. Rijden ze onder de vat. En Terpstra, net als vorig jaar, zat toen wel een ander. Die luisterde naar de naam Van Avermaat, maar wel in het gezelschap van de winnaar. Ja, maar nu Stennert op kop. Hè. Vorig jaar Van Avermaat op kop. Vanuit het wiel Stennert nu met een toch wat, ja, laat ons maar zeggen, man die 2 kilometer bijna in het wiel gezeten heeft. Maar het is onvoorstelbaar hetgeen we hier zien.
Bonen blijft nu enigszins druk zetten. Daardoor kan Stendert niet inhouden. En moet hij het tempo blijven bepalen. En moet Terpstra op zijn sprint rekenen. Oplopend. Auto's rijden hier vlak voor onze neus binnen. Akelig dicht bij de aankomst. Vrijwel aan het Sint-Pietersplein. Doet ook een beetje denken aan de Ronde van Vlaanderen van 2011. Toen Bonen bleef druk zetten van achteruit. Met de Chavanel en uiteindelijk Nick Nuis als winnaar. Daar komen die bochtjes, daar komen die flauwe bochtjes waar je ze zo kunt aan mispakken. Klein beetje voordeel voor Stenner is dat de wind goed zit. Daar wordt de sprint op gang getrokken, schoorvoetend als het ware door Terpstra. En Stenner, kan die dat wiel van Terpstra houden? Grote versnelling. Heeft hij na al die inspanningen er nog wat op zitten om drie man van Quickstep te vloeren en een neus te zetten? En dat gaat hij ook nog doen. Wordt daar nog een beetje tegengehouden, maar doet het wel! Jongen, doet het wel! Stendert ze drie man van Ethics, Quickstep en Neus. Terpstra is tweede, Bonen Schuddebollen derde en Van den Berg is vierde. Is hier een foute tactische keuze genomen? Of was Stendert gewoon berensterk na al dat pedaleren aan het wiel? Freewheelend als het ware. Man. Oh. Dit vraagt om veel uitleg. Wie was er de beste vandaag? Ja. Op Sepp van Markenaal misschien? Ja. En heeft hij smoelen getrokken aan de wielen? Stendert wint voor de tweede opeenvolgende keer. Moet je dan zeggen, zijn omloop het Niesblad? Ja. Wat zei Servais Knaven? Wat moet je daartegen zeggen? Ja. Ha. Vorig jaar kwam deze man in Gent-Wevelgem zwaar ten val. In een gebetoneerde greppel. En brak daarbij een wervel in de rug. En miste daardoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar hij wint glorieus van de beste ploeg. En daar Van Marken. Van Marken voor de ereprijs voor plekje 5. Van Avermaat met een sprintje tegen Van Marken. Ook voor dat plekje 5. Stibar, ja. Die wordt de vierde man van de ploeg van Ethics Quickstep in de top 10. En Van Marken neemt hier de maat van Avermaat voor plaats 5. Van Avermaat is 6 en Stibar is 7. Maar een ganse dag in het wiel gezeten, Stibar. En ook niet bekwaam om die mannen te kloppen.